kijk er naar de toestand van de mensheid. En ik heb het niet alleen over onze toestand als gelovigen, als moslims. Maar we hebben het over de toestand van de mensheid als geheel. Wanneer we er naar gaan kijken, wanneer we daarop gaan reflecteren, zien wij dat de mensheid afstand heeft genomen van het menselijk pad. Van het rechte pad wat Allah azza wa jalla voor de mensheid heeft gewild. We zien dat de mens van de norm afwijkt. We zien dat de mens de verkeerde afslag neemt. We zien dat de mens steeds meer afstand neemt van datgene wat tot het natuurlijke bestaan van de mens behoort. En dat is iets zorgelijks, geliefde broeders en zusters. Zeker in de context van het onrecht wat nu gaande is. Dat er duizenden mensen worden uitgeroeid en weinig van degenen die daadwerkelijk impact kunnen maken en het kunnen tegen te houden, weinig van hen ondernemen iets. Het blijft bij praatjes. Het blijft enkel en alleen maar een geschreeuw zonder enige betekenis. Ik heb het hier over mensen die bepaalde verantwoordelijkheden dragen. En dat Allah azza wa jalla hen heeft uitgekozen om bepaalde verantwoordelijkheden van de mensen, van de gemeenschap, van de moslims, van de gelovigen op zich te nemen. Dat die mensen niks ondernemen, brengt mij bij een vraag die ik niet zo eenvoudig kan beantwoorden behalve de Koran.